Natte platenfotografie. Ja, ja, ja. Het werkt ook alleen maar als het nat is. Ja, je maakt zijn platen, je moet hem meteen belicht ontwikkelen. Ja, ja. Maar zijn de platen dan ook dit van mij? Dit komt direct uit de camera. Oh, wow. Dus voor Polaroid is het. Ja, ik denk dat het Polaroid. Ja. Hoe lang zijn je nou dat je belichting staat? Nou, het is heel verschillend. Ik weet het. Ik koos het. 5 seconden geweest, misschien 10 seconden. Okay. Dat is vaak hoe kloos je gaat in langere ballen. Nee, geen minuten hoor. Okay. Ja. Doe je ook op locatie? Ja, maar portretten eigenlijk niet. Ik heb wel vorig jaar in Den Haag, het fotomuseum, een portret van Richard Lee ooit gemaakt. Okay. Alles naar mij naartoe genomen. En, oh, je ging Kali. Ja, maar ik heb een busje en daarachter heb ik een doka. Ah, echt waar? Ja. Ja, je moet het meteen doen. Ja, leuk. Je kan niet een plaat gaan belichten mee naar huis nemen, dan is het droog. Want dan kan je hier achteraf doen, want dan hier giet ik die plaat, dan komt hij uit het zilverbad. Daar zit een cassette in. En maar hij zit 3 minuten in het zilverbad, hoor, dat je licht hoe dat wordt. Dan gaan we hem belichten. Ik doe vaak tussen de 5 en 10 seconden. Weet je wat een prachtige techniek is? Allemaal zelf uitgedokterd? Nee, dat is een techniek uit de 19e eeuw. Dat is allemaal beschreven. Je kan al die informatie helemaal online vinden. Ik heb zelfs een boekje van een Belgische chemicus, deze Raymond Monkhoven. Dan kan je het gewoon in het Nederlands helemaal, het wordt helemaal uitgelegd hoe het gaat. Als je een chemie koopt waar je op moet letten en zo. Originele camera's uit die tijd van dat formaat, die zijn er eigenlijk bijna niet. Nee. Maar ik weet wel wat dingen van later. Ja. En ik weet dat Peter ook wel die camera zelf bouwde. Ja. Van een jacht was naar de mooiste lenzen. Ja, dat is precies. Ik heb een hele mooie lenzen. Ja. En dat is het grappige, want die techniek uit die tijd is eigenlijk op dat moment zijn ook bepaalde constructies van objectieven. Die Petzold, zoals ik zei. Ja. En die brachten eigenlijk de portretfotografie tot een explosie. Ja. Want toen ging je ineens van een daguerre-type, zaten soms al op een uur, een half uur beleggen. En toen kon je ineens naar een paar seconden gaan.